Dit is hem dan. De nieuwe Slick Fast Jet. In deze korte video ga ik je vertellen waarom deze jets nou zo goed zijn. Ik ga je ook vertellen welke verschillende opties je hebt met betrekking tot het riggen. Want er zijn er verschillende manieren voor. Welke kleuren er zijn en uiteraard welke formaten. Nou, laten we beginnen met de jet zelf. Dit is hem. Zoals je ziet is hij erg lang en ook nog eens een keer verlengd. Met een heel klein peddelteeltje aan de achterkant. Dus een lange staartwortel met een kleine verdunning aan het einde en een mooi klein peddelteeltje wat voor een enorme zenuwachtige actie zorgt. Zelfs, in dit geval vis ik hem zonder loodkop, daar kom ik er zo meteen op terug, zorgt hij in dat geval voor enorm veel vibratie, enorm veel beweging onder water. Zelfs als je heel langzaam vist en dat maakt sowieso een jet al heel erg goed. Daarnaast zijn ze heel soepel, dus zodra die snoekbaars of snoek of eventueel bij de kleinere versies een baars komt en hem pakt, vouwt hij zonder problemen dubbel. Dus dat maakt hem ook heel erg goed. En ze zijn tevens erg stevig, dus je hoeft niet bang te zijn dat hij na één keertje vissen al kapot is. Nou, laten we even kijken naar de verschillende manieren waarop je de Slick Fast Jets kunt riggen. Uiteraard, hoe kan het ook anders, door middel van een normale loodkop. Ik denk dat dit misschien wel de meest beproefde methode is. En hier zal ik niet heel veel over hoeven uitleggen. Het enige waar je een beetje op moet letten is dat de afstand tussen de haak en het loodkopje, in dit geval een 10 grams loodkopje, dat die wel een beetje in verhouding is met de rest van de jet. En als je wil weten hoe je een juiste verhouding kunt aanhouden, dan zou ik zeggen, pak ongeveer een derde van de jet, van de lengte van de jet, als maximale lengte waar je de haak, zeg maar, naar buiten laat komen en dan weet je dat je goed zit. Dus niet te ver naar voren, maar ook zeker niet te ver naar achteren, omdat je dan de actie van de jet beïnvloedt. Dus een normale loodkop is zeker mogelijk. Maar wat ook heel goed werkt, en zeker bij de grotere jets, is deze montage. Dat is een screw-in jighead met aan weerszijde een splitteringetje en daarin in het midden zie je een normale tonwartel. En deze montage zorgt ervoor dat je ook bijvoorbeeld met een 3 grams screw-in jighead deze jets zou kunnen vissen. Dus je kunt ze heel licht vissen, je kunt ze ook heel zwaar vissen. Dat is net zoals je dat wilt doen. En ook het formaat van de dreg kun je daar helemaal op aanpassen. Zeker een goede methode voor deze grotere jets. Om op deze manier gewoon goed te kunnen blijven vissen zonder dat alles veel te lomp wordt. Dan, last but zeker not least, heb ik hier deze montage. Dit is een weedless montage en dat is dankzij de sleuven die aan de boven- en aan de onderkant liggen prima mogelijk. In dit geval heb ik hem helemaal zonder loodgewichtje, maar je kunt hier eventueel ook een Chaburushka rig van maken door aan de voorkant een klein loodje aan te koppelen als het bijvoorbeeld wat dieper is. Zelfs zonder loodkoppen zwemmen deze jets prachtig. De staart beweegt echt met de minste geringste beweging en dat is precies wat je nodig hebt bij het vissen op roofvis, want je wil soms zo langzaam mogelijk vissen, maar wel met een beetje actie in die jet. Dus dat zijn verschillende manieren om deze toffe jets te riggen. Nou, laten we heel even snel naar de kleuren kijken, want we hebben maar liefst 6 verschillende kleuren binnen de Slick Fast familie. Het zijn sowieso allemaal UV-kleuren, wat wil zeggen dat ze het licht als het ware vasthouden en dat betaalt zich zeker uit tijdens donker weer, dus als je weinig zonlicht hebt. De kleuren zijn als volgt, we hebben Green Pumpkin, Wagasaki, Tinsel, Chartreuse, Natural Perch en de favoriet Lemon Tiger. Allemaal topkleuren en dus in 3 verschillende maten. In 15, in 18 en in 21 centimeter. Nou, dat zijn ze dan, de nieuwe Slick Fast Jets van Fox Rage. Nou, wij zouden Fox Rage natuurlijk niet zijn als we niet een mooi setje zouden weggeven. Dat gaan we namelijk doen. Je kunt alle kleuren en alle formaten van de Slick Fast Jet kun je winnen. En het is heel simpel door je te abonneren op het YouTube kanaal en dat even in de comments te laten weten. En dan zullen we binnenkort één van jullie blij maken. Dat doen we met een loadings-app overigens, met deze mooie prijs. Maar ik zou zeker zeggen voor het nieuwe seizoen en ook eigenlijk een beetje het laatste stukje van het oude seizoen, hè, het nieuwe voorjaar wat er zo meteen aankomt. Dit is echt een gamechanger. En natuurlijk, vaak zeggen mensen wel eens van ja, jullie vinden alles wel mooi. Dit is echt een gamechanger. Dus ga hem zeker proberen. De nieuwe Slick Fast van Fox Rage.